Welkom bij de Intrede Week 2016, jongens. STV is ook weer van de partij. Ja, dit is dag 1. Yeah! Alle groepjes van de Intrede Week zijn vandaag begonnen. En die willen elkaar natuurlijk beter leren kennen. Ja. En hoe kan dat beter dan door hele pikante vragen? Precies. En we willen graag de seksuele spanning die Nina en ik zo sterk voelen een beetje overdragen aan de rest. Ja. Dus we zijn heel erg benieuwd wat zij nou vinden van stellingen zoals... Wie van jullie plast er onder de douche? En wie heeft de meeste bedpartners gehad? Wie zou het eerst betalen voor seks? Weet je, gewoon dat soort alledaagse vragen. Ik zit hier blijkbaar naast het leukste groepje van de Intrede Week. Ja. Groepje nummer? Groepje nummer... 128! 128! Ja. En hebben jullie het idee dat jullie elkaar al een beetje kennen? Tuurlijk! We zijn beste vrienden. Lang verloren broers. Jezus! De vraag is, wie heeft er een piercing op een spannende plek? Ik gok op de cameraman. En waarom denk je dat? Ik zag zo'n twinkeling in zijn ogen toen de vraag te sprake kwam. Hè? Zou zich laten betalen voor seks? Ik wil gewoon handen zien. Nee? Nee? Allemaal niet. Wat? Dan krijg je seks en je krijgt geld. Ik denk dat deze camera die hier op ons gericht staat mensen een beetje schuw maakt. Maar ik denk dat zonder camera alle handen gewoon de lucht in zouden gaan. Wie van jullie groepje is de grootste flirt, denken jullie? Gewoon wijzen. Kan jij je hierin vinden in deze aantijgingen? Ik denk het wel, hè? Ja? Groepsdruk. Ja, heb je het van kinds af aan meegekregen al van je ouders? Ja. Zo ben ik opgevoed. Ja. Hoe heeft je pa je moeder versierd? Letterlijk eigenlijk. Hij had slingers meegenomen naar de club. Ging hij mijn moeder versieren. Ik zweer, zo heb ik dat gedaan. Ja. Nou, dan kom ik gelijk in zo'n zone waarvan je het eigenlijk niet moet vragen aan je groepje, weet je wel. Maar nu kan het, want we zijn van studententv. En dan kan je daarna zeggen, ja, het moest van studententv, weet ik veel. Dit komt allemaal weer online, ben ik later weer de lul van het groepje. Ja, maar dat ben je sowieso... Wie heeft er een fetish? Zo goed ken ik ze ook weer niet. Nou papa, wie heeft er een fetish? Marije. Je papa denkt dat jij... Oh my god, nu moet ik het woord papa echt niet gaan gebruiken trouwens. Dat is echt heel raar. Ja. Een jongen van je groepje, de begeleider, die denkt dat jij een fetus hebt. Klopt dat? Nee. Oh, jammer. Wil je even je voeten naar haar laten zien? Kijken of ze daarop geldt. Vind je het mooie voeten? Oh, ja hoor. Ah, misschien. Grote. Wat heeft papa grote voeten? Yes! Thanks. Alright, wat is nou echt jouw guilty pleasure? Mijn guilty pleasure is RuPaul. Dat is een drag queen en heeft ook een show. En het is zo slecht, maar zo leuk. Ja. Yeah. I have changed the world of drag forever. I love you and respect you so much. Okay, nou, we hebben nu al een heleboel mensen gesproken hier. Best wel onder de indruk van de bakkessen van de eerstejaars. We hadden een beetje stille bende verwacht dat het allemaal een beetje stroef zou gaan. Maar ze hebben eigenlijk allemaal een enorm grote bek. Dat zien we graag. We lopen de hele week nog rond om nog meer leuke verhalen van ze te krijgen. Maar voor nu hebben we het eerste groepje gespot wat aan dans is. En eigenlijk heb ik ook gewoon zin om te dansen. En dat hoort ook in Intrede Week. Dus ik ga gewoon lekker dansen. Ciao!